the people in the world, we're gonna let it. I'm gonna let it shine. Gospelmuziek met een positieve boodschap. En positief, zo kun je ook het motto van deze tweedejaarlijkse bijeenkomst noemen. Laat de zon weer schijnen. Dat klinkt erg optimistisch na 2 jaar. Het is ook zo. Je moet ook de volgende fase in. Het is verschrikkelijk dat er mensen zijn vermoord. En je moet verder als mens. En je moet proberen een plekje te geven. En met elkaar de volgende fase te zoeken. En toch is het verdriet nog lang niet over. Het leven is hard zonder jou. Maar ik moet verder voor de mensen waar ik van hou. Het meest indrukwekkende moment was toch wel het voorlezen van de namen. En dat nam al met al bijna een half uur in beslag. Mo Meslin, 12 jaar. Evie Meslin, 10 jaar. Otis Meslin, 8 jaar. Op verzoek van de stichting was ook premier Rutte aanwezig bij de herdenking vandaag.